reactie onder achter als je... Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog op Another Chapter. Het is vandaag woensdag 29 juli en het is ondertussen al 3 uur geweest. En het is niet dat ik net pas wakker ben of zo. Ik ben echt al heel lang wakker. En ik heb ondertussen even kijken, een vlog geëdit, die geëxporteerd. Ja, dat is natuurlijk gewoon saai om de hele tijd te filmen. Dus dat sla ik voor het over. En ik heb een stuk of 3-4 blogposts geschreven voor mijn blog. En linkje kun je onder vinden, by the way. En net heb ik allerlei films weer van mijn camera afgehaald. Dus dat was ook best een behoorlijke tijd. En nou ben ik me even een beetje aan het vervelen. Want er is weer een nieuwe video aan het renderen. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Another Chapter. Het is... Odin, kom. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Another Chapter. Vandaag gaan we ijsklontjes maken. Nou, hieronder zijn ze al een beetje gesmolten. Maar dit soort ijsklontjes gaan we maken. Die heb ik gemaakt... Die je bij het drinken doen om het wat fruitiger te maken en ook weer wat kouder. Want ja, daar zijn ijsklontjes voor. Leuk, stopt het veel. Wat ook heel erg lekker zijn in een kokos, hoe noem je dat? Wat is het dan? Rum. Ja. Als je ze dan in de diepvries hebt gezet, is het vervolgens gewoon een kwestie van tijd voordat ze, ja... Als je ze dan in het diepvries hebt gezet, dan zeg ik bedankt voor het... En tot de volgende keer. Doe een blauw duimpje. Ik hoop dat je deze zomer DIY super leuk vond om te zien. En dat je ook in... Het reactie eronder achter als je... Dus dat ik nog niet zo heel veel gevlogd had vandaag. Ik heb ook nog eigenlijk niet zo heel veel bijzonders gedaan. Ik heb heel veel geëdit, blogpost geschreven. Ja, dat heb ik net eigenlijk ook al verteld. En ik heb net iets gefilmd. En zometeen moet ik opgaan door mijn zus. Wij gaan voor mijn moeders verjaardag mijn moeder mee uit eten nemen. En daar heb ik heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd, want het restaurant waar we naartoe gaan, ben ik nog nooit geweest. En volgens mij is het tapas. Dus ik heb er heel veel zin in en ben benieuwd. En nu zit ik al even op de bank. Ben boven wel klaar. Nee, ik ben niet klaar, maar ik ben er klaar mee. En ik heb van de week een nieuw boek gekocht. Deze, Grey. En dat is natuurlijk het verhaal van 50 tinten grijs, maar dan vanuit de ogen van Christian. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hoorde van een vriendin van mij dat het echt heel makkelijk leest. Net zoals de eerste 3 boeken, die vond ik ook heel makkelijk lezen. Ja, ik ben benieuwd of er nog echt iets nieuws in staat. Of dat ja, vanuit zijn perspectief het verhaal is. Dus ik ga gauw hem openslaan en Lisa Roy is ondertussen aan het koken, dus u zal hier zo meteen komen eten. En we zijn er bij het zusje. Gaan we lekker tapas eten. Dus ik ben benieuwd hoe het hier is. Kun je hier allemaal uit kiezen. Zo lekker snel, kun je dit ook heel goed lezen. Tapacho. Dan heb je echt een pastijtje. Vier plekken of zo, weet je wel. Saizoensoep. Zalmlippen. Wat is nou? Paling. En nog een keer seizoensoep. En brood. Een toetje crème brûlée. En was het niet parfait? Parfait. En een stalling met de hamburger. En een zalmdipper. En mama, wat heb jij? De Surinaamse kip. Ja. En Arabisch brood met... falafel. Die gehaktballetjes. Falafel. Met falafel. En we zijn weer onderweg naar de auto. Het was heel erg lekker. Dus, het is hier heel groot trouwens, komen we net achter. Ja, het was echt lekker. Ik zit er echt stampers vol. Papa en mama wil zeggen. Mijn zus en mijn moeder die hebben nog een ronde extra besteld. Maar ik zit echt meer als voldoende gegeten. Maar wel een aanrader om nog een keer naar terug te gaan. Ik ben weer thuis. En wat gaan we doen, schatje? Guess what, peeps? We gaan verder met onze Marvel Marathon. We gaan door met Iron Man 3. Ja, stel maar de vraag. Als hij het doet. Dat is wel handig. Hé, hey, vriend, kom even kijken. Hey. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga slapen. Doe een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. En hieronder kun je je abonneren op mijn kanaal. Houdoe, tot morgen.